Hallo en welkom. Je luistert naar weer een opname van Radio Parascoop en je presentator is Mark. Vandaag ga ik het met je hebben over de verbindingskanalen van het lagere zelf naar het hogere zelf. En hoe het nou komt dat je niet altijd in je hogere zelf verbinding kunt maken naar de elementen die jij graag wilt aanspreken, omdat je in je hogere zelf de frequenties kunt ontwaken om aan te schakelen op je hogere zijnsgebieden. En vanuit dat hogere zijn je dan volwaardig kunt meedraaien in je energetische frequenties. En in je lagere zelf word je vaak getriggerd om in de negatieve gedachten te blijven hangen. En je kunt er dan ook geen afstand van doen, omdat deze negatieve gedachten dan in haar hoedanigheid het over jou heersen. Zij hebben jou als het ware in de grip en 9 van de 10 keer ben je enkel bezig met de negatieve gedachten die jou daarin de mogelijkheid geven om over iemand of over jezelf op een bepaalde manier te denken. Je krijgt het niet van je af en voortdurend komt dat weer terug bij jou in jouw systeem terug. En wat is dat nou, dat de gedachte rond het feit dat de zaken in jouw systeem kunnen blijven plakken of hangen? Nou, dat is met name omdat jij daar onderdeel van bent en je eigenlijk zou horen te waken. Je hoort te waken over jouw gedachten. Is het wel reëel wat je denkt of hoe je denkt over iemand of van iemand? En net als iemand dan daadwerkelijk echt helemaal niet goed bezig is, dan heb je nogal de neiging om te denken, ach, het zal allemaal wel meevallen, of nee, zo zit die persoon eigenlijk niet in elkaar en zo wil ik het dan ook maar niet zien. Al dit soort van triggers om dat niet te hoeven denken, omdat jij dan eerder jezelf pijn kan doen dan dat die ander die pijn hoeft te dragen, die negeren jouw eigen gevoel van eigen waarde. Dus je hebt dan geen eigen waarden meer. En doordat je steeds weer wederkerig die lagen van dat eigen waardeproces neersabelt, neerhaalt, kom je niet tot jezelf uit. Hè? Omdat die lagen van dat negatieve zo makkelijk bereikbaar zijn en je haast zou moeten denken of zeggen, ja, ik moet er wel voor werken om dat positieve, of die positieve energie, om die te kunnen benaderen. Ik moet daar wat voor mogen doen, want anders dan is dat niet meer helemaal eerlijk en krijg je daar ook het contact niet mee, het negatieve, dat sluis je als het ware, dat zuigt, hè, dus als je hier dan zo'n trechter hebt, dan zuigt dat negatieve zo langs de zijne, je zo naar beneden, en dat laat je dan lekker vertroebelen, en dan heeft dat daar zijn hoesting. Dat gaat niet alleen in op jouw manier van hoe je met jezelf dan verder om zou kunnen gaan, maar het gaat ook in jouw lichaam plakken. Het zit eigenlijk als het ware in jouw lichaam. En dat gaat met jouw lichaam een bepaald gevecht aan. Dus de gedachten gaan een energetisch gevecht aan met jouzelf. Om te kijken tot in hoeverre je bepaalde patronen in jezelf wel of niet kunt handelen of aan kunt. Om dan maar te kunnen denken van ja, ach, ik ben het ook maar, of whatever. Ik denk misschien heel erg vaag wat ik hier zeg, maar dit is de normaal
herkenbare gang van lagere energieën die proberen om jou tot op een bepaald niveau over jou te laten denken en doen, zodanig dat je denkt van jemig, is het nog wel normaal waar ik hiermee bezig ben, of klopt dit nog wel enigszins met wat ook maar dan van een mogelijke werkelijkheid, whatever een mogelijke werkelijkheid zou kunnen zijn, ermee te maken kan hebben. Want het is ook niet fijn voor de mensen, voor de mensen eromheen, of de energie of de gedachten eromheen, dat dit dan in jou zo loopt. Dat jij op die manier daarover, dat in jou aangaat. Kijk eens, je hebt er niks mee van doen, zeggen we wel eens, hè, aan de ene kant. Maar aan de andere kant heeft het ook wel weer een bepaalde waarheid. Hè? En wat zeggen ze dan wel eens, excuus, de waarheid achterhaalt zich wel, dat is natuurlijk helemaal waar, maar boontje komt om zijn loontje, dat is ook nog wel eens waar, maar al dit soort energieën trekken jou dan weer behoorlijk naar beneden, omdat je het verschil niet meer ziet tussen wat zou nou werkelijkheid kunnen zijn, of wat is waarheid en wat is waardigheid. Hè? Dus werkelijkheid, waardigheid en waarheid, waarheidsgehalte. Kun je er nog wat mee in je geest? Kun je het nog handelen? Het kan behoorlijk in jouw gedachtenwereld uit elkaar spatten, omdat je onrecht is aangedaan, of omdat een goede bekende onrecht is aangedaan en je denkt, dit verdient die persoon niet, en wat kan ik daarin betekenen om dat uit de weg te ruimen, en moet je dat wel op je willen nemen, of dat zijn belangrijke aanknooppunten die je dan voor de momenten dat jij in je lagere zelf, het bereik van je hogere zelf, niet aan kunt gaan, omdat er te veel dikke mist, dikke lagen stof en troebel overheen zitten, dan heb je het nogal stevig te pakken, zullen we zeggen. Hè? Dus het lagere zelf, hè, als je nou kijkt naar een eerder plaatje wat ik al eens geplaatst heb van aartsengel Gabriel, het hartchakra dat op de donderdag zijn werk doet, dan zit er aan de zijkant van je lijnen van het energetisch lichaam zitten de gateways en de opene kanalen. Maar wat men daarin dan nog even niet helemaal tekent, is bijvoorbeeld de connectie naar het lagere en het hogere zelf. Dat heeft men daar niet in meegenomen, terwijl ze toch wel enorm belangrijk zijn. In de chakra-leer spreken we ook over dat hogere zelf, maar dat hoeft niet het eindpunt te zijn. Ook het hogere zelf heeft weer een sluis. En als die sluis open gaat, dan heb je de eerste lijn naar het lagere zijn. Dus het hogere zelf, de sluis gaat open, lagere zijn. Ben je het lagere zijn een beetje door, heb je dat een beetje in de smiezen hoe dat zit, dan ga je van het lagere zijn naar het hogere zijn. En soms in je dromen gebeurt dat ook vrij regelmatig. Ik moet dan niet over mijn woorden gaan struikelen, gezien de tijd van 10 minuten die we hebben. Maar gebeurt dat in je dromen, in het onderbewuste, gebeurt dat vaak vrij gemakkelijk, omdat je je makkelijker die reis, die travel aangaat. Nou, dit is een eerste gedeelte weer Radio Parascope. Mark, ik ben er even uit, ik kom weer terug. 10 minuten zijn om, tot later. Bye bye voor nu.